Goeiedag. Het zeer zachte jaar 2018 wordt vandaag in stijl afgesloten. Met wederom erg hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op veel plekken zelfs weer in de dubbele cijfers. En ook komende nacht tijdens de jaarwisseling is het niet kouder dan een graad of zeven op veel plekken. Dus zachte lucht, maar wel ook vrij vochtige lucht. En dat resulteert in vrij veel bewolking. En dat merken we ook vandaag toch weer. Vanochtend is het zelfs op veel plekken ook een beetje nevelig, maar wel droog. In de loop van de ochtend gaat die nevel geleidelijk verdwijnen, maar die bewolking is toch vrij hardnekkig. Als de zon even weet door te breken, dan zal dat met name in de loop van de dag in de westelijke delen van het land het geval zijn. Daarbij wederom vrij hoge temperaturen, dus ik zei het al, zo'n 9 à 10 graden. En afhankelijk ook niet al te veel wind vanuit west- tot zuidwestelijke richtingen. Maar in de loop van de dag gaat die wind wel iets aantrekken, met name in de loop van de middag. En ook vanavond en tijdens de jaarwisseling hebben we dan in het binnenland de meest matige wind. In de kustregio zelfs af en toe even een vrij krachtige wind. En dat is dan een windkracht 5. En dat heeft te maken met een zwakke storing die op dat moment net het land overtrekt. En dat betekent dat we vanavond en ook dus tijdens de jaarwisseling lokaal wat motregen kunnen verwachten. Nou, koud is het in ieder geval niet. Ik zei het al, temperaturen rond zo'n 6 à 7 graden. Nou, morgenochtend, nieuwjaarsdag, beginnen we dan uh, ja, met nog steeds vrij veel bewolking. Vanuit het noorden trekt dan ook net eventjes een, een front weer over het land. Dat resulteert her en der in wat buige regen. Morgenochtend vooral in het noorden van het land en dat beweegt dan geleidelijk verder zuidwaarts. En dan is er heel lokaal misschien net nog even een knipoog van de zon, maar veel is het niet. Temperaturen komen nog op graad of 9 uit. En vanaf woensdag gaat de wind dan naar het noorden draaien. En vanaf dat moment stroomt iets wat frissere lucht onze omgeving in. De temperaturen komen dan overdag uit op een een graad of 6A7. In de nachten wordt het ook weer wat kouder, gemiddeld een graad of 3 en daarbij nog steeds vrij veel bewolking, maar ook af en toe ruimte voor zon en dat is met name op woensdag.